1 s'nachts. We rijden langs het zwarte, rimpeloze water van het Noordzeekanaal. Het is moeilijk om je voor te stellen dat hier overal grote tankers en containerschepen doorheen varen. Op dit moment lijkt het wel een flauwe spookwereld. Er brandt zelfs geen licht in de huizen aan de kade. Naar rechts, zeg ik, terwijl ik de afslag over een sluis aanwijs. Weet je het zeker? Peter Elsenaar kijkt me aan alsof hij nog steeds niet kan geloven dat ik afgestudeerd ben, terwijl dat inmiddels toch al echt 1 jaar geleden is. Ik zucht en haal een hand door mijn haar. Ja, dat is wat de meldkamer heeft doorgegeven. En de route klopt. Ik tik op het schermpje van het navigatiesysteem. Maar dat hadden ze natuurlijk nog niet in jouw tijd, denk ik erachteraan. Toen het telefoontje kwam, lag ik te slapen. Ik moest echt mijn uiterste best doen om de stem van de meldkamer te begrijpen. Er was een tip binnengekomen van een meisje. En wij moesten er met spoed heen. Laat opgestaan op een plastic kist te zien. Aluminium tafels, rolbanden. Ik ruik een zoutige vislucht. De zolen van mijn grip piepen op de betonnen vloer als ik verder loop. Helemaal achter in de loods vind ik een grote witte deur met een diepvriesbehangsel. Een koelcel. Ik schijn met mijn zaklamp in het rond. Grote schaduwen bewegen mee over de vloer. Het geeft iets dreigends, alsof ik niet alleen ben. Opeens zie ik wat op de grond. Een spoor van donkere, bijna zwarte vlekken. Ik hurk en richt een lichtbundel op de grond. De vlekken krijgen een kleur en worden rood. Bloed! Wat is hier in hemelsnaam? Thomas! Ik hoor Peter mijn naam schreeuwen. Hier ben ik. Ik sta op en zie zijn zaklamp op me afkomen. Wat is er? Ik, het. Zijn ogen staan wijd opengesperd. En zijn buik gaat als een blaaswacht op en neer. Buiten, hijgt hij. Er ligt buiten een meisje. Zodra ik mijn ogen open doe, weet ik dat ik me verslapen heb. De rode cijfers op mijn wekker wijzen 1/8 aan. Shit. Ik kan mijn moeder nu al horen zeuren. Waarom ben je altijd te laat? Wat is toch afgesproken dat je eerder zou opstaan? Je bent 17, maar je gedraagt je als een kleinkind. Ja, mam, zucht. Waarom begrijpt ze niet dat het geen opzet is? Het kost me de laatste tijd gewoon zoveel moeite om uit bed te komen. Ik ben al een paar maanden zo moe. Eigenlijk sinds november, sinds papa. Ik voel een traan in mijn ogen kriebelen. Papa, hij was nooit boos op me. Alleen de ene keer, toen ik had gezegd dat ik bij een vriendin had gelogeerd, terwijl ik stiekem naar een feest was gegaan. Hij zei toen, ik vind het niet erg dat je naar het feest bent gegaan, maar wel dat je tegen mij hebt gelogen. Begrijp je dat, Tirsa? Ik begreep het, omdat ik wist dat hij gelijk had. Met het gevoel dat mijn benen van beton zijn, sta ik op. Ik trek een t-shirt aan en mijn lievelingsspijkerbroek. Het gaat op mijn knieën. Mijn moeder vindt hem vreselijk. Nog iets wat ze niet begrijpt. Ik haal een borstel door mijn lange blonde haren en loop zonder mijn tanden te poetsen naar beneden. Mijn moeder en Livia staan me allebei aan als ik de keuken binnenstap. Livia glimlacht. Mijn moeder kijkt alsof ze een vet zijn heeft opgedronken. Misschien leef jij in een andere tijdzone, zegt het zoals op haar horloge steekt. Bij mij is het 8:10 en je eerste les begint op 20:00. Haar blik gaat naar mijn spijkerbroek en ik zie haar afkeurend fronsen. Voordat ze iets van mijn broek kan zeggen, antwoord ik snel, als ik nu ben gaan, dan haal ik het nog prima hoor. Maar dan heb je weer geen tijd om te ontbijten. Ergens snap ik het wel, dat je de laatste tijd gewoon zo moe bent. Ik geef geen antwoord en staar naar de grond, omdat ik weet dat mijn moeder daar een hekel aan heeft. Zuchtend hoor ik haar opstaan en naar het aanrecht lopen. Je moet beter voor jezelf gaan zorgen, Tirsa. Ik heb een boterham voor op de fiets klaargemaakt. Achter haar rug kijk ik Livia aan. Ik rol met mijn ogen en maak een rotsgebaar. Livia moet giechelen. Mis ik iets? Vraagt mijn moeder zuur, terwijl ze mijn boterham met kaas geeft. Oh, nee hoor, zegt Livia. Dit is echt de allerverrukkelijkste croissant die ik ooit heb gegeten. Het is alsof Livia de juiste knop intrapt. Mijn moeders gezicht ontspant en ze begint te glimlachen. Gekkerd, deze croissant met chocolade heb ik toch wel vaker voor je gekocht. Livia lacht mee. Dan was ik blijkbaar vergeten hoe lekker die is, mijn allerliefste mama. Mijn moeder geeft haar een zoen op haar haren. Schat van me. Iedereen houdt van Livia. Ze lacht, grapjes maakt, je een knuffel geeft als je het moeilijk hebt. Soms lijkt het wel alsof ze van binnen naar het licht geeft. Ik kan me amper voorstellen dat ze nog maar 12 is. Zonder Livia was ik de afgelopen maanden niet doorgekomen. Ik knipoog naar Livia en loop naar de deur. Misschien kan ik stiekem verdwijnen, maar mijn moeder is blijkbaar nog niet met me klaar. Vergeet je niet die afspraak bij de huisarts vanmiddag om 3:30? Misschien moet... Ja, zeg ik zonder naar de rest van mijn zin te luisteren. Ik gis mijn jas van de kapstok en trek de deur zo hard als ik kan dicht. De deur van het lokaal stapt op mijn keel als ik naar binnen glip. Je bent bijna te laat, zegt Veenstra, terwijl hij de deur dicht doet. Of net op tijd, denk ik geïrriteerd. Ja, sorry, hij ging. Maar alles stopt ligt dus zonder brood. En dat moet ik geloven? Ik haal mijn schouders op. Nou, hup,
gaan zitten. Ik wil met de les beginnen. Buiten adem schuif ik mijn snor. Verslapen? Fluistert ze. Ik knik en hou mijn biologieboek uit mijn tas. Sanne draait zich om op de stoel voor me. Ga je vanmiddag weer de stad in? Vraagt ze zacht. Ik heb een super vet jasje zien hangen bij de Forever 21. Ik wil wel, zeg ik. Maar ik moet van mijn moeder naar de dokter. Echt? Op vrijdagmiddag? Zegt ze op een toon alsof ik net al verteld dat ik ongeneeslijk ziek ben. Dames, even opletten. Veenstra klopt chagrijnig in zijn handen. We gaan door met hoofdstuk 8. Dirza, vertel jij maar eens bij de eilandjes van Langerhans liggen. De hele klas staat me aan. Die liggen, staan mooi. Terwijl ik denk, eilandjes van Langerhans, nog nooit van gehoord. Je hebt natuurlijk je huiswerk gemaakt, dus je moet er nu alles van af weten, zegt Veenstra met al samengeknepen ogen. Het voelt alsof hij dwars door me heen kijkt. Ik sta naar mijn handen. Nou, komt er nog wat van? Hoor ik hem snauwen. Waar liggen de eilandjes van Langerhans? In de Atlantische Oceaan, gok ik. Ik hoor mensen hard proesten. Nors stijft voor de dag naast me. Dit is echt het domste antwoord dat ik ooit heb gehoord. De eilandjes van Langerhans liggen niet in de Atlantische Oceaan, maar in je alvleesklier, wilde Veenstra stem. Het is overduidelijk dat je weer je huiswerk niet hebt gemaakt. Ik ben genoodzaakt hier een aantekening van te maken en het te bespreken met de contractor. Mijn wangen branden en ik draai mijn hoofd weg, zodat Veenstra dit kan zien. De contractor, ik ben doodsbenauwd tot hij mijn moeder gaat bellen om te zeggen dat ik voor 4 vakken onvoldoende sta, maar waarschijnlijk blijf zitten. Dit moet echt mijn pechdag zijn.